Naast het Antwerp Sportpaleis, vlakbij de afrit Deurne, ligt een waterloop, het Groot Schijn. Op 3 juni 1992 ziet een voorbijganger hier een lichaam drijven, niet ver van het rooster van een waterzuiveringsstation. Wanneer de brandweer het lichaam uit het water haalt, blijkt dat het om een vrouw gaat die met geweld om het leven is gebracht. Mogelijk lag ze al een tijdje in het water. De vrouw heeft een opvallende tattoo op haar linkeronderarm van een zwarte roos met rode kelk en groene blaadjes. Er staan letters bij die eruit zien als de tekst Ernik. De vrouw droeg sportieve kleding met opvallende sportschoenen. Interpol, de Belgische politie en het opsporingsprogramma Farouk willen deze vrouw identificeren, zodat haar nabestaanden en naasten afscheid kunnen nemen. Zodat we hopelijk de mensen kunnen vinden die verantwoordelijk zijn voor haar dood. Weet u wie deze vrouw zou kunnen zijn? De vrouw was tussen de 20 en 50 jaar oud op het moment van overlijden. Ze is dus wellicht geboren tussen 1942 en 1972. Ze had een lichte huidskleur en donker halflang haar. Ze had een verzorgd gebit en was eerder zwaar gebouwd. Vlakbij Antwerpen ligt het Rivierenhof, een groot park waar het Groot Schijn doorheen stroomt. De vrouw lag in het water vlakbij de afrit Deurne in de buurt van het Sportpaleis, ter hoogte van de Ten Eekhovenlei. Als u meer informatie heeft over deze vrouw, deel deze info dan zeker met de politie. Elke tip kan belangrijk zijn. U kan dit bericht ook delen via sociale media.